Bounce that ass. Wat heb ik eigenlijk? Een autodrijver of een vuilstort? Lockdown baby, 90s baby, lovely baby, lockdown baby, 90s baby, lovely baby. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik begin gewoon mijn ontbijt met boerenkool. Wat lekker! Oh jongens, er is iemand bezig in mijn huis. Die heb ik toch een partijtje gemist, jongen. Jan is terug. Jan de bouwer, Jan de podcastbouwer, Jan de man, de gekke vent, hoe je hem ook wil noemen. Ik heb hem gemist. Hij is er. Mees komt ook zo. We gaan er even goed Jan opmaaien vandaag. En anders niks. Er is ook nog iemand bezig die kleine reparatie bij mij uitvoert. Wat kitjes, kitdingetjes die waren losgelaten. En mijn cv-ketel doet het niet, dus ik doe zo een paar dagen koud. Die wordt nu ook gefixt. Dus ja, er gebeurt weer wat. In mijn crib. Wauw, ik heb ook mooie sokken aan vandaag. Look who's back. Ben ik zo gaaf. Nog één keer. Zou ik dit kunnen? Nee. Ik kan dat wel, zou ik het doen? Ja, kan je dat echt? Ik weet het niet. Ga het proberen. Voor zekerheid wel gekleed voordat ik een fucking rug breek. Ja joh, zie je het niet zo'n poesje doen? Ik moet dus sporten vanavond, moet ik wel zijn, hè? Ik heb al gesport. Oh, dit is moeilijk, denk ik. Ja. Oh, het gaat wel lukken, denk ik. Hoi. Bounce that ass. Bounce that ass. Beansy bouncy ass. Zullen we dan dansen? Kom, verder niet. Wat is er aan de hand? Zuignapje moet ik hebben. Een zuignapje. Ik kan best goed zuigen. Het plaatje van de urinoirdruktoets. Gaan we even bij de Action een zuignapje halen, mees? Ja. Is goed. Maar dat is hier. Dat is hier om de hoek. Gelaten. Met montage. Oh, dat is gelaten. Heb je een doosje of iets waar we de spulletjes van hier hebben gedaan? Waar dat eventueel. Oh, dat moet hier liggen. Ik kijk even in de garage. Misschien dat het in de garage ligt. We hebben twee problemen met de urinoir. Waarschijnlijk heeft er iemand ingekotst waardoor die verstopt zit. Dus als je doortrekt dan komt het bijna, gaat bijna overstromen. Dan komen allemaal vieze brokken omhoog. En hij blijft maar doorspoelen. Elke minuut spoelt hij een keer door. Dus die sensor is waarschijnlijk kapot. Dus je moet ze even fixen, mees. Oh, je wist dat ik hier stond. Ja, ik voel dat. Ik voel jouw rookgeur kwam al meters van tevoren in mijn aura. Heb je gebaft, mees? Ja. Ontstokenoog ander. Ja. Ik heb me even snel omgekleed. We kunnen de zuignapjes niet vinden, dus die gaan we even halen bij de bouwmarkt. Maar we gaan even kijken. Even kijken bij Jan. Martin is hier heel goed bezig. Vind je het niet doodirritant dat hij de hele tijd zegt je lijkt op Martin Moreiro, Jan? Maar wel de lelijke versie dan, hè? Zo, geef me eens even een klap. Je kunt er niet veel aan doen met iemand met één hersencel. Ja, twee op zijn minst. Ja, twee kloten heb je. Ja, en daar is ook geen kloten aan ook nog wel. Die zijn wel groot dan gelukkig. Heb je nog iets? Is dat het enige wat je oude pik, jongen. Wie? Ik? Nee, ik. Wie heeft dat tegen je? Jij hebt een oude pik. Je moeder. Je moeder is vandaag jarig. Oh, ja. Kijk, ik heb een gouden pik. Hij een oude pik. Ja, ik zou hem wel moeten slikken. Dan zou je toch flink verzikken. Wat ben je aan het doen? Ja, niks. Ja, nee, nu niks. Nee, wat, we houden gelijk van het werk af. Nee, dit zijn. Dit is de voering. Ja. Voeding. Voor de plafondverlichting. Meest eet je ze niet op dan. Jouw stroomrekening trouwens, die gaat hoog worden met die twee dingen. Ja nee. Tot 10 tellen, meest. Ja, meestal moet even tot 10 tellen. 6, 4, 8, 2, 12, 1. Ja, kijk, dit soort panelen gaan er allemaal op. Maar ze gaan nu eerst alle. Even kijken hoeveel meter ging erin, Jan, aan verlichting. Ja, meer dan 100, hè, denk ik. Zo, dan komt hier gewoon een heel voetbalveld in qua lengte. Ja. Allemaal achter deze frames. Maar dat is jullie taak vandaag. Ja, yes. Super. Jan, wil je nog wat van de bouwmarkt? Hebben ze daar wel cashiers? Oh, dat is mooi. Jan en ik hebben altijd een grap. Ik vraag altijd als ik iets ga halen hier bij de supermarkt. Jan bij de supermarkt zegt altijd, ja, de cashière. En dan kom ik terug en zegt hij, heb je het niet meegenomen? Nee, ze waren er niet. Het was zelf checkout, weet je. En dan zegt hij, oh, hebben ze dan bij de kar bij wel cashières? Maar ik mag je wel, Martin.
Ja, ik jou niet. Af en toe lijk ik echt net een autodealer hier. Kijk dan. Ja jongens, deze staat te koop voor gratis. Die kost niet heel veel. En dan staan er nu niet eens de maximale capaciteit op het erf. Wel maximale capaciteit van vuilnis. Ja, wat heb ik eigenlijk? Een autobedrijf van een vuilstort. Dit is niet normaal. Ja, dit hoorde eigenlijk vanochtend opgehaald te worden, maar is niet gebeurd. Dus nou, dat is jammer. Want ja, die bak daar die zit ook helemaal vol. En af en toe als je hier staat en denk je, heb ik mijn gullen popen of stinkt dit gewoon. Hij is er met nou, z'n rijd geweest hoor. Dat is vanzelfsprekend, dat is natuurlijk als mijn gulp open staat. Mees, in jouw auto mag je maar één soort muziekstijl luisteren. En dat is hardstijl. Hardstijl? Nee. Denk eens na. Mees, dit is een inkoppertje. Jazz. Yes. De Honda Jazz. Even kijken. Jezus, wat een smerige auto. Ja, bro, ik leef echt in deze auto. Ja, dat ruik ik. Oeh. Jij hebt ook een vuilstort, of niet? Ja, maar dan in de auto. Kan je even met je kontje omhoog? Met je kontje omhoog. Met je kontje omhoog. Met je benen in de lucht. Wat ruik ik, is dat jouw lucht? Doe je kontje omhoog en je benen in de lucht. Ik stop hem erin en neem een diepe zucht. Je vond het heel erg lekker, je vond het heel erg vies. Ik ging je even likken en nu smaakt het naar pies. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what finer is to ride with Mees op een slee. Dan gaat hij van de berg af, hij valt op zijn bek. Ja, wat is hij toch? Pauper, pauper, gek. We zingen ai, ai, jippie, jippie, jee. Olé, ai, ai, jippie, jippie, jee. Kijk, zo maken wij dus gewoon een hele remix. Althans, ik. Ja. Mies gaat voor een techno-banger. Zo. Mees, hoe noem je... Hoe noem je... als je gepijf wordt tijdens het slapen? Zuignap. Nou, dames en heren, we hebben een grote en twee kleine zuignapjes. En Oké, let's go. Oké, de andere kant op. I want to try something out, brother. Kom in je buik. Ja, dat kan dus. Oh, nee, lag ik hele kring erop. Ja, we hebben kleine zuignapjes en voor de zekerheid de grote, maar we denken niet dat deze gepast op dat plaatje. Want dat plaatje moet je dus uittrekken, zo. Die sensor, weet je wel, zo. Zo, mees. We hoorden ze ook die ze jou eruit trokken, zo. Maar je moet zo... Of ben je een keizerkind? Ben je een kutkind? Een ik keizerkind. Ben een kutkind. Nee, ik ben een keizerkind. Als het mag een daar mag ik ook maar één ding eten in mijn leven. En dat is keizerbrood. Ja. Dat is wel niet heel leuk. Nou, even kijken of het werkt. Nee. Nou. Je moet je een beetje op spugen, dat helpt. Dat moet natuurlijk. Zo doet hij het wel. Een beetje spugen. Het moment van de waarheid. En dan... En als je twee probeert? Nee, het, want normaal hebben jullie daar een speciaal dingetje voor ofzo, wat jullie in de bouw gebruiken voor dat soort dingen, of? Ja. Maar nu, dit zijn gewoon haakjes. Voor theedoek. Twee tegelijk. Ja, er zit beweging in. Er komt ervoor. Ja. Oh, ja, het werkt gewoon. Kijk, waar een wil is een weg. Voor elk probleem is een oplossing. Meestal dan. Kom, meestal laten we hem even werken. Ja, gaan we eens in zijn nek te hijgen, dat is niet chill. Dat is het meest irritant wat er is, als je gewoon lekker wil werken. En mensen staan in je nek. Maar ik sta altijd achter jou. Ja, dat voel ik. Zo, is het al af hier? Is het al af, Jan? Ja. Ja, heel echt. Ja, we wilden net gaan, maar ik vind het jammer dat je al terug bent. Ja, het ziet eruit alsof je al klaar bent, ja. Weet je wat een kabel groot is? Een? Een kabel groot. Waar alle kabels ik ga. Ik noem je dat een groot. Weet ik veel, wat is het dan? Ik vraag of je weet... Nee, dat weet ik niet, Martin. Ja. Nou, dan ga even terug. Weet je waar de bouwmarkt is? Ja. Dan vraag je om een kabelgoot. En dan? Waar er 6 in kunnen. Waar, nee, waar kan er nog meer 6 van in dan, Jan? 3. 3 vingers. 3. Oh. 3 vingers. Ken je wel? Ja. Ja. Nee, meer van vuist. Dat is een vistgoot. Die heb je ook. Ik heb trouwens een vraag aan jou. Jij hebt natuurlijk laatst corona gehad. Ja. Hoe heb jij een beetje al je hormonen in bedwang gehouden?
Tijdens corona. Je bedoelt mijn snothormoon? Of nee, gewoon alles. Je testosteron bijvoorbeeld. Ja, dat is lastig. Maar? Ja, niet nadenken. Niet nadenken. Gewoon heel primitief leven, die 10 dagen. Ja, gewoon in een paal klimmen en van de leuning afglijden, dat helpt ook heel goed. Oh, ja, is dat zo? De trapleuning. Heb je dat niet, de trapleuning? Dat moet je eerst proberen. En dan? Nou, wacht, goed je bij het einde bent. Dus dat is een... Nou, even kijken bij de trap. Als je hier bij het einde bent, dan zit er een aardig stuk end hout in je reet. Kijk. Ja, maar dat vindt hij dus fijn. Ja, maar Jan, kabelgoot moet je hebben of zo. Om die kabels om te leggen. Ik kom even kijken dan. Ik kom even kijken. Kijk, we krijgen daar die kabels. Die laten we langs die kant lopen. Maar daar heb je ook geen plint, hè? Ik heb daar geen plint, nee. Dus we moeten misschien even... Maar dat kunnen we eigenlijk best even op het laatst doen. Dus die loopt deze wordt weggewerkt hiermee. Komt daar uit de muur. Hierboven, die zit geschakeld aan die schakelaar. Dus dit werkt, dat is mooi, dan zie je helemaal geen kabel lopen. En dan krijg je deze kabel, die komt hier omhoog. En die gaat steeds door dit geultje. Ja. Een spleetje. Ja. Mens. Let even op, dan leer je misschien wat. Ja, vingers. Kijk, Jan doet zijn vinger op een spleet, kijk. Ja, en dan ga je zo langs die spleet, zo naar beneden. En dan smeer je hem eerst even in en dan druk je zo die string erin. Zo. Ja, string, draad, wire. String, ja. De string die ligt daar. Ja. Maar je vindt niet vervelend dat je dan vieze vingers krijgt? Vind jij dat vervelend dan? Dat ligt eraan. Stinkt dat spul, of? Ja, wat denk jij? Er zitten zuren in. Ja, aminozuren. Ja. Ja. Het is net als met gamba's eten, dat ruik je de volgende dag ook nog aan je vingers. Ja. Ja. Ja, dat is echt zo, of knoflook snijden. Maar ik doe het altijd zo. Als je de auto moet starten? Ja. Nee, als hij je gaat helpen als natuurlijk. Als hij gaat helpen. Ga jij helpen? Nee. Dat doe je niet eens. Nee, gelukkig niet. Wat dan? Misschien ben ik hier wel heel goed in. Kijk, dat is het al. Misschien. Ja. Dat begint al met een twijfel. Ja, ja. Of je bent het of je bent het niet. Nee, maar je bent of je bent Martin je bent een twijfelaar. Of dat is ook een soort bed, hè? Maar Mees, hè? Ik ben het grootste van een twijfelaar. Je hebt een king size. Ja. Je bed dan. Ja. Jan, hou je van je werk af met je spleet, joh? Ja. Ja, kijk. Dan ben ik uit mijn concentratie, dus ik heb focus nodig. Ja, oh, dat kan ik even voor je pakken als je wil. Heb je een nieuwe smaak? Nog niet, we hebben net een nieuwe smaak. Ja, die aan bij framboos, dat weet je toch? Net nieuw, dat is verdorie van vorig jaar, man. Ja, het is net nieuw jaar. Maar jij bent ook afgevallen, Jan. Ja. Van de trap misschien, hè? Nee, die heeft hij al gehad. Ja, ik kon niet naar de supermarkt natuurlijk. Ik zat in isolatie. Ja, maar hoe? Ja, nee, dat van die trap afglijden. Ja, daar viel er vanaf op een gegeven moment. Hij viel enorm af van die trap. Dat is echt afval. Ja, ja. Ja, het is wel, man. Nog je tuin verbouwen. Ja. Ik ken nog wel iemand die zo'n leiding door kan trekken van de buren. Oh, die hem even omlegt in de meterkast. Nee. Jan, de cashier was niet beschikbaar. Maar ik heb wel een foto van de gemaakt. Kan je toch een beetje aan de denken? Wel een mooi uniform. Mooi uniform. Wat vind je ervan? Vind je het niet jammer dat we er niet mee hebben genomen? Als je die foto ziet. Ik ben je dankbaar eigenlijk. Hè? Ik ben je dankbaar dat je er niet mee hebt genomen. Je ziet een foto zien van iets wat je niet als cashier wil hebben, denk ik. Zo lul! Zo lul! Oké, we gaan maar weer naar beneden, want... Ja, je mag terugkomen als het af is. Tot volgende week dan. Ja, nee. Oh, ken je dat? Weet je, dan doe je zo'n lekker frisse truipakje uit je kast of uit de was. En dan draag je hem 5 minuten en dan denk je, die is niet goed gewassen. Nou, dat heb ik niet bij deze. Hij heeft zo'n hekel aan. Oh. En dit is dan raar, hè? Dit ruikt gewoon naar fresh, naar deo. En dit is gewoon een broodje ui. Mees, smaak je het, baby? Niet zo hard. Nee, doe maar dat souplesse dan. Je hebt werkpaarden. En je hebt luxe paarden. Het is een keuze in het leven. Dus maak je eigen keuze. Ja, genoeg. Doe het niet zo fucking veel. Dat was helemaal niet veel. Niet veel? Bro, ik schrik bijna, man. Ja, nog even een luie teringdonder.
Sorry voor het bliepje. Ik schrok heel erg. Ja, dat merkte ik. Ik schrok me helemaal de touw. Kun je alsjeblieft even je bananen schilbruim? Dat is goed. Dankjewel. Nou, ik heb vlog geëdit. Yay! En ook gelijk... en ook gelijk roken. Zie wakker is. Man, denk eens om mijn hart. Ik heb al overgewicht. Jezus Christus. Jij wordt het te zwaar voor. Man, waarom verwacht ik het ook niet? Ik ben er nu helemaal wakker, bro. Bim, voor mij 800 milliliter ertsoep. Voor Mees 800 milliliter. In ieder geval, voor mij is het een bulkmaaltijdje. Voor Mees is het geen bulkmaaltijdje. En ding dong, iemand voor de deur. Een pakketje, en een grote ook. Babykleertjes, of wat was het? Schattige babykleertjes, vind ik. Hier, kijk. Schattige babykleertjes. Ik denk, what? Dus wij maken hem open. En als we het toch over bulk hebben. Dankjewel, Joël. Die heeft weer een hele pot of een hele pakket opgestuurd. Stop. Oh. Ik vroeg alleen, mag ik wat proteïne? Want dat is op. Dat had ik ook van Joël gehad. We sturen hier gewoon het hele pakket op, hè. Wat een bazen. Goeie lekker. Zit cookies en cream? Ja, cookies en cream. Oh, die is goed, hè. Sommige proteïne shakes zijn smerig, jongen. Ik hou ook helemaal niet van, maar die cookies... Zo, wolf. Cookies en cream, lekker. Wat is dat? Nog een pot proteïne? Welke kleur, smaak is dat? Ook wel kunnen zien. Oh, banaan. Banaan, oh, ook lekker. Oeh. Hallo, sexy bananen. Very good, very nice. En dan hebben wij. Very nice. Hallo, sexy bananen. Nog een potje vanille. Ook lekker. Ook lekker, vind ik lekker. Nou, we zijn nog niet klaar. Want we hebben nooit meer. We hebben een goede lekker pot voor Mees. Ja, dat... framboos. Daar groeit hij lekker van hoor, als je dat inneemt. Lekker, lekker. Gewoon boos. Dat is om aan te komen, dus gewoon weight gain, hè, dat is top. Heb je nog buffel breakfast caramel en cookies? Ja, dat is ook goeie, die heb ik nog staan. Die is bijna op, dus dan kan ik die binnenkort. Dan heb je omega 3. Oh, we hebben echt het full pakket gestuurd, gek. Wacht je... even, ja, dan blijven we gaan. Oh, scoopies. Nee, we gaan gewoon door. We gaan snel, pompapparaat. Shake maker. Pre-workout. Geen hebben dus. Ik denk een armbandje of zo, weet niet, pak zo uit. Mega multi, multivitamine. Magnesium. Magnesium, dat moeten we hebben. Goed voor spieren. Doek. Handdoek, kijk, dat vind ik top. En nog een goudbeker. Oh, maar dan in het andere kleur. Fucking dik. Joël, ik shout het naar jou, maat. Ik wil alleen weten wat dat ene was. Ja, wat is dat? Weet ik niet. Nou, maar lijf pakken. Misschien een sleutelhanger of zo. Scoopie erbij. In een heel mooi fancy zakje. Huh? Wat is die, mijn vriend? Oh, is dat niet de gouden scoop? Is dat niet de gouden scoop? Nee, echt? Oh, dat zou ik fucking vet vinden. Ja, gek! Ja, is het de gouden... Nee! Ik ga jullie even demonstreren hoe ik de scoop zou gebruiken versus Mees. Ik zou de scoop zou ik zo gebruiken. En Mees zou zo doen. Scoopie erbij staat erop. Ik weet niet of dat kan zien. Wat goed dit. Noem eens even zo nog, tegen de witte muur helemaal. De gouden scoop. Dikke shout-out naar... Ja, ik kan het, je ziet het heel... Ja, er staat daar. In ieder geval erin gegraveerd. Ik zie... Nee! Top, en dan laten we dit nu op de trap staan, zodat als Jan zo naar beneden komt dat hij niet kan lopen. Ja, dat is goed. Hoor dat, Jan? Zak in de stront. Zak in de stront. Ja, ik stop ook wel eens mijn zak in de stront, maar dat vind ik niet zo lekker. Haak ik zo laag bij de grond. Ja, zo laag. Ik zoveel energie, ik kom er niet uit. Hallo sexy, very good, very nice! Morgen ga ik jullie uitleggen hoe het zit met het sporten en mijn pacemaker. Daar zijn best wel veel vragen over. Dus wees er morgen om 5 uur bij en anders niks. Dames en heren, dit was de... vlog. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zelf ook altijd zeggen, dat is tot de volgende video. Later toppers! Kijk, dit soort dingen worden te snel geknipt.